Na kato fu minister Gracia Emanuel fu regionale ontwikkeling anga sport da so a installeer na nyum bestuur fu na overliggend waterschap multipurpose quarantaine project. Adeso taki dem woko di jenga na fu na waterschap ya so na abeheer fu awata na se fu Nigeria da fu epati gwe na jali si gonga nga la de so tu woko de dan yugu yugu de ma nya yugu yugu de dan wa bestuur mu de fu se ka toli e ke fa mu se ka bika de se isun de kaba di de sama woko jali si te fu kaba de mu ko jali si oktu dan ko go luku na momen di a minister chai kwa fesi fa de mu ook een cijfer wachtvoeding en ook toe naar voorzitter voor naar waterschap ja zo massa small. We moeten OWMCP weer gezond maken. Op dit moment is er een spanning. En ik weet niet of ik het een spanning mag noemen. Ik wil dit alleen aangeven omdat ik weet van er is een enorme taak op jullie schouder vanaf het moment van vandaag. Het zal niet makkelijk zijn. Het is nooit makkelijk voor niemand die een bepaalde een werk krijgt van de overheid of wat dan ook, omdat je een bepaalde verantwoordelijkheid op je schouder draagt. En waterschappen die keren, je weet, een van onze belangrijke doelen is om het voorzien van het watergebied met voldoende irrigatiewater en ook het afvoeren van overtollig water. En vooral tegen deze tijd, waarbij er een heel grote droogte heerst, hebben de landbouwers echt wel alle ondersteuning nodig van de OWMCP. Nu hebben we dus even geen tijd om te gaan kijken naar spanningen, maar ik geloof dat door middel van communicatie alle zaken opgelost kunnen worden en we OWMCP weer gezond kunnen maken. Maar natuurlijk, niets is blijvend. Alles duurt maar voor een tijdje en zo ook het oud-bestuur. Natuurlijk bedanken we nogmaals het oud-bestuur voor hun job dat ze hebben neergezet voor ons. En die communicatie was heel goed. En ik hoop dat het nieuwe bestuur ook een hele goede communicatie heeft met het ministerie, maar ook met het ministerie van LVV. Omdat we dus samen op weg zullen gaan. Dat betreft ook het beleidsgebied van het ministerie van LVV. Ik wil jullie heel veel succes toewensen. Ik wil me haasten om aan te geven. Als je je beschikking leest, dan ga je zien 6 maanden. Waarom 6 maanden? Er is gekozen voor 6 maanden, omdat we dus eigenlijk zouden moeten wachten op goedkeuring van de staatsraad, het staatsbesluit. Maar omdat er een hele grote spanning is in Nikeri met betrekking tot waterschappen, kunnen we dus niet meer wachten. Hebben we gezegd voor de time die in afwachting op de goedkeuring van de staatsraad, gaan we alvast voor 6 maanden het bestuur installeren. En zo gauw de goedkeuring binnen is, gaan we dan over tot 36 maanden. Ik kijk naar meneer Pinas, die me kan corrigeren als ik even iets verkeerd heb aangegeven. Dus zo gauw als het vandaag binnen is of morgen, kunnen we het corrigeren en dan aangeven dat het 36 maanden wordt. Maar daarvoor is er eigenlijk een goedkeuring gegeven. Maar je kent die administratieve romslomp en om te blijven wachten, dan gaat het nog steeds een tijdje moeten duren. Maar ik wil dat jullie gelijk het werk oppakken. Nou, laat maar vast zeggen dat ik heel blij ben dat wij vandaag benoemd zijn als bestuur van het overliggend waterschap MCP. Ik moet in feite ook doorgeven dat het niet de eerste keer is dat ik in het bestuur zit. Ik heb een paar jaar gediend, 12 jaar eigenlijk. Nou, samen zelfs 13 jaar heb ik al gewerkt bij MCP, dus ik weet waar het over gaat. Wat ik kan meegeven is dat wij in ieder geval in die keren gaan werken samen met anderen die ook daarbij belang hebben aan goed waterbeheer. Wat we in de praktijk zien is dat water wordt onderschat, de waarde van water. En pas als er een tekort is aan water of een teveel aan water, dan zien we dat mensen in paniek raken. Terwijl die dingen wel beheerst kunnen worden. Als je goede voorbereidingen treft, kijken met anderen wat we samen kunnen doen. Hoe we de aanvoer van water kunnen organiseren, maar ook hoe we de afvoer van water kunnen organiseren, dan denk ik dat het allemaal goed zal gaan met
de landbouwontwikkeling onder andere, maar ook veeteelt en visserij, die hebben wij ook als belangrijke pijlen van, dus de pijlers van de ontwikkeling van ook Nigeria niet alleen, maar ik kijk naar de ontwikkeling van heel Suriname. En ik denk dat u op de hoogte bent. In het verleden zijn er heel veel issues geweest tussen de bond en het bestuur. Hoe bent u van plan dit aan te pakken? Ik wil bijna zeggen dat het al is aangepakt. We hebben vooraf contact opgenomen met de bond. De bond heeft ook oren en ze hebben begrepen dat er een nieuw bestuur komt onder mijn leiding. Ze hebben al contact met mij opgenomen en ik verwacht dat de relatie met de bond per onmiddellijk is hersteld. We zijn zo enthousiast dat, of tenminste wij, als ik zeg wij, dan bedoel ik het bestuur samen met ook het personeel, dat zij voor maandag aanstaande al een bijeenkomst hebben georganiseerd voor ons om kennis te maken met het nieuwe bestuur. En daarbij wil ik direct aangeven dat wij geen vijandschap willen met het bestuur van de bond. Integendeel, we denken dat het goed is om samen te werken met het personeel. Want kijk, ik ben al daar geweest, ook als directeur, ook als bestuurder van dus het overliggend waterschap MCP. En in die hoedanigheid heb ik al cao's getekend met de bond. En ik denk niet dat ik nu de legitimiteit van het bondsbestuur of de bond in twijfel mag trekken. Ik zou mezelf in de vingers snijden, toch? Dat klopt niet. Dus nogmaals, ik kan nu al zeggen dat de relatie met de bond is hersteld. Dus we kijken niet eens meer van we gaan herstellen. De relatie is al hersteld, per heden. Anga di chou kona kaba fu na gongo sabotof tilem taki gantangi di iluku. Mie vinsi yu a mwen shwiti neti mwen fawe.